VVV-TV is mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics. Hallo, welkom bij VVV-TV. Terwijl heel Limburg morgen in de zwoepkool staat, of natuurlijk op de statiemanifestatie Roermond, moet VVV gewoon voetballen, en wel tegen Heerenveen. De voorbeschouwing op die wedstrijd verderop in het programma. Ook hebben we nog een interview met de nieuweling Kai Ramstein en de muziekkeuze van Jules Rijmerink. Maar we gaan eerst even kijken naar die 0-3 van afgelopen zondag hier in de kool tussen VVV en Ajax. Ik vond dat we dat goed deden, dat we goed druk zetten. Dat Ajax toch moeilijk mee. Alleen vind ik wel dat wij, ja, ook met de kwaliteiten die we hebben, met de spelers die we voorin hebben, middenveld, dat we te weinig creëren. Uitverdediger is dan minder van Blind en dus ligt er een kans voor Linssen en die verrast weer toch wel. Maxendemo voor kan er net niet bij. Aanval mogelijk gemaakt door Blind, Van Rijn en dan is het de Jong die het met zijn borst notabene moet doen. Voorzet van Eriksen, de Jong knap zeg, wat een aanname. En dus een prachtig doelpunt van Siem de Jong, zijn 8e van het seizoen. Wordt McGuire. En daar is Mo voor. Dit is de beste kans voor VVV. 2 tegen 2. Wildschut heeft Mo voor bij zich. Paulsen tegenover zich. Wildschut. De Jong. Daar is Schöne. Fischer. En dan is hij raak. Is het 0-2 door Victor Fischer. Dus Ajax ging door en uit die aanval maakten ze de 0-2. En het was, je kan het cruciaal noemen, omdat ik vond dat we in die fase, begin tweede helft, ja, goed naar voren speelden. En daarom ook wilde wisselen met Yuki erbij brengen. Voornamelijk de tweede helft, dat we heel weinig in te brengen hadden. Eriksen. Wie haalt eruit? Het is Boerichter en het is 0-3. Het juichen zegt eigenlijk genoeg. Hij scoorde ook thuis tegen VVV. Toen was er heel veel ontlading bij Dirk Boerichter. Eindelijk weer een doelpunt. Dit is een 0-3 in een bijna plichtmatige wedstrijd aan het worden. Dus wint Ajax kinderlijk eenvoudig met 3-0 in de koel. Ik zie wel dingen dat ik denk, ja, je hebt vaak een paar dingen nodig om die klik weer te krijgen. Om iets om te draaien. En dat komt op dit moment niet, dat is duidelijk. Maar ik heb wel het gevoel dat we daar dicht tegenaan zitten en dan heb je net een overwinning nodig. Deze week vlogen de internationals vooruit om hun land te verdedigen. Yuki Otsu maakte woensdag zijn debuut voor de nationale ploeg van Japan. Hij deed 8 minuten mee in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Letland. Niki Maempa verloor met Finland in de laatste minuut van Israël met 2-1. En ook Alexander Radosavljevic verloor. In Slovenië werd het 0-3 voor Bosnië. Ricky van Haren en Jannik Wildschut waren met Jong Oranje op pad naar Kroatië. De beide VVV'ers stonden in de basis, maar werden in de rust gewisseld. Jong Oranje won met 2-3. In de wedstrijd tegen Ajax maakte Kai Ramstein al zijn debuut voor VVV. Hij sprak hem afgelopen week na de training om te kijken hoe zijn eerste week in Venlo is bevallen. Koldijk, een man die dat goed kan. Een bal neerleggen voor een medespeler, zoals bijvoorbeeld in dit geval Ramstein. Vorige week versterkte VVV zich tot het einde van het seizoen met Kai Ramstein. Hij komt op huurbasis over van Feyenoord, waar hij het in de eerste seizoenshelft moest doen met wedstrijden in de tweede. We spraken met hem na de training over zijn eerste week in Venlo. Ja, dat is wel goed bevallen. Ik ben nu sinds kort ook hier komen wonen, dus ja, nu is alles helemaal goed. Als je komt voor Feyenoord, wat valt je dan als eerste op als je hier bij VVV aankomt? Dat hij veel rustiger is. Het is natuurlijk van een grote stad naar Venlo, dat is wel een verschil. Veel minder aandacht en veel minder mensen, publiek bij de trainingen bijvoorbeeld, dat soort dingen. Dat betekent dus ook dat Ramstein als middenvelder zijn entree zal gaan maken, niet als verdediger. Zwaar geblesseerd geraakt in zijn tijd bij Feyenoord. Je eerste wedstrijd al gehad tegen Ajax, had je verwacht dat je al zo snel mee zou doen? Ik had nergens op gerekend, maar toen ik erbij zat hoopte ik wel dat ik in zou vallen en gelukkig is dat gebeurd. Ja, je komt er dan in als verdedigende middenvelder. Wat ben je nou precies? Normaal gesproken sta ik centraal achterin, maar ik heb bij Excelsior ook wel eens verdedigende middenvelder gespeeld. Dus
een van die twee plekken, daar kan ik op spelen. Heb je een voorkeur? Nee, ik spreek geen voorkeur uit. Ramstein had in de witte stop de clubs voor het uitkiezen, maar koos uiteindelijk dus voor VVV. En daarmee wist VVV andere eredivisieclubs af te troeven. Nou ja, er zijn wel geruchten geweest van NAC, Willem II, Zwolle en VVV dan. En uiteindelijk kon ik echt concreet uit Zwolle en VVV kiezen. En waarom heb je niet voor Zwolle gekozen? Wat gaf de doorslag voor VVV? Ik had in het begin van het seizoen wilde VVV mij al huren. Dat gaf me al een goed gevoel dat ze veel vertrouwen in me hadden en ze zijn me blijven volgen. Dus qua gevoel zat ik hier beter dan bij VVV dan bij Zwolle. Hij komt in Venlo niet bepaald in een gespreid bedje terecht. De laatste vier wedstrijden gingen verloren en de club staat 17e. Maar toch heeft Ramstein, op basis van wat hij de afgelopen dagen zag, er vertrouwen in dat het goed komt. Ik verwacht dat wij sowieso niet laatste worden, dat we erin blijven. En dan play-offs of door middel van meteen handhaving. Maar ook die play-offs ook wel vertrouwen in dat we er dan, als we dat moeten spelen, dat we er zeker in blijven. Waar baseer je dat op? Op de kwaliteiten die de spelersgroep heeft. Ik heb even gekeken en volgens mij zit dat wel goed. Ja. Ja, wat valt je op? Nou, er zitten toch wel veel goede spelers even. Het is nu, ja, je zit nu even in een periode dat je een paar keer achter elkaar verloren hebt. En ik denk dat we dat zaterdag al om kunnen keren. Ja? We gaan winnen bij Heerenveen? Nou, ik denk dat het er wel in zit, ja. Dan is het koud, maar wat hier in Venlo nog meer speelt is natuurlijk de carnaval. Ja. Heb je er al iets van meegekregen? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik had verwacht dat, ik heb wel zwaar gehoord dat ze 3 dagen vrij kregen en dat heel de selectie het erover had. Maar misschien komt het omdat niet iedereen hier vandaan komt binnen de selectie, maar ik heb er nog niet veel mensen over gehoord. Wat ga jij doen na de wedstrijd tegen Heerenveen? Ik ga lekker naar huis. Er wordt geen carnaval gevierd? Nee, ik ben niet zo'n carnavalvierder. We gaan even verder met een andere verdediger, want jullie kunnen nog altijd jullie vragen insturen voor deze man. Je hebt nog 1 week de tijd om jouw vragen in te sturen aan Marcel Sijp. En dat kun je dus doen via het e-mailadres vvvtv@omroepvenlo.nl en het officiële Facebook-account van VVV. Dan gaan we nu kijken en luisteren naar de favoriete muziek van Jules Rijmerink. We beginnen met je eerste nummer. Wat is? Meek Mill Layup. Wat voor nummer is het? Een R&B nummer, gewoon ietsje stoere nummer is het eigenlijk. Look at me, I'm a boss, like my nigga Rose. Hey, shorty at me for a check, I told that bitch like no way. Cause I made it from the bottom, it was never no way. Ja, gewoon als ik in de auto zit eigenlijk. Altijd als ik in de auto zit. En als ik thuis ben, is af en toe op mijn laptop. Af en toe zet ik dan een liedje op, maar heel weinig eigenlijk luister ik bij mijn muziek. Ja, in de bus als we ergens ingaan in de wedstrijd. Dan nou, verder met je tweede nummer. Dat is Trey Songz, Bad Decisions. Dat is een iets langzamer nummer, ja dat klopt. Ja. Maar ook een heel leuk liedje. Dus. Hoe kom je eraan? Ja, ik weet niet, via Facebook of zo misschien een keer gezien bij een ander en dan ga je daar ook eens naar luisteren. Zoiets geloof ik, ik weet niet helemaal precies meer. Goed zo, en nummer 3? Dat is, wat is die ook weer? Oh ja, Ryan Leslie met Swiss Franks. Bills born, Swiss Franks. Before I die, I want my money in a Swiss bank. I can see right through these haters, fish tanks. Plus they frowning at my watch like my wrist stink. Ik ben met Yannick en met Ricky naar zijn concert geweest. Ik denk in oktober, november. En toen, toen hadden we daarvoor al die cd van hem geluisterd. Dus dat was wel heel leuk. Nog geen vastelovend muziek dus voor Jules Rijmerink. Maar goed, wie weet misschien volgend jaar. Over vastelovend gesproken, terwijl heel Limburg morgen aan het vieren is, reist VVV af naar het hoge noorden om het op te nemen tegen Heerenveen. We namen een kijk op de training om te kijken hoe de selectie zich voorbereidt op die wedstrijd. Er doet in en rond de koel eigenlijk niks vermoeden dat er vanaf morgen een groot feest gaat losbarsten in Limburg. Geen rood, geel, groen of rood-blauw, zo je wilt, maar vooral veel wit.
En dus moet er ook voor de training weer worden uitgeweken naar het kunstgras van buurman Vos. De joeksige vastelovensstemming is bij VVV dus nog ver te zoeken. Nou, ik heb me eigenlijk totaal nog niet meer bezig gehouden. Wij mogen pas de Polonaise lopen als we veilig zijn, denk ik. Misschien dat een overwinning in de Heerenveen het vastelovensgevoel wat kan aanwakkeren. Marcel Sijp speelt overigens tegen zijn oude club. Hij stond van 2001 tot 2006 onder contract in Friesland. De jaren dat de club zo ongeveer elk jaar in de top 6 eindigde. Dit seizoen gaat het wat minder met de Friese. Maar het kan wel nog alle kanten op, want zowel het gat naar de play-offs voor degradatie als de play-offs voor Europees voetbal is maar 3 punten. Het gat met de VVV is 7 punten. Maar wint VVV zaterdag in Heerenveen, dan zijn de Friese volgens Lokhoff gewoon weer een concurrent. Iedereen is een concurrent zolang je zelf punten haalt. En als je zelf geen punten haalt, dan, en dat zien we nu op dit moment, ja, dan zie je de rest een beetje weglopen. En op het moment dat je zelf weer wedstrijden gaat winnen, dat je punten gaat halen, ja, dan komen er concurrenten bij. Maar ik moet ook zo eerlijk zijn en reëel zijn dat we op dit moment ook vooral naar Willem II moeten kijken. Zo reëel zijn we wel. Want het gaat naar de laatste plaats van Willem II is maar 2 punten. En het heeft toch ook te maken met de resultaten van de afgelopen weken. Want waar VVV voor de winterstop een goede periode had, lijkt het nu weer terug bij af. 4 gespeeld, 0 punten, 12 goals tegen en maar 3 goals voor. Nou ja, dat is niet heel best, lijkt mij. Ik bedoel, dat kan iedereen wel zien. En kijk, je weet even voor degradatievoetbal, maar het is toch vervelend dat je na Ajax, dat je eigenlijk moet hopen van oh, laat Willem II ook maar eens verliezen. Dus ja, we moeten eigenlijk gewoon zelf punten pakken. Daar werken we aan. Maak je je zorgen? Of ik me zorgen maak? Ja, zolang we niet veilig zijn, moeten we ons zorgen maken, denk ik. Je nu even aan de verkeerde kant van de medaille, en dat hebben we vaker gezeten. Dat wil je niet, maar dat gebeurt. Nou, dan moet je ook weer als kerels moet je daar uitkomen. En dat klinkt altijd, maar dan moet je keihard werken. En dan moet iedereen wel, en dat heb ik de groep wel gezegd, dan moet iedereen wel tot het gaatje kunnen gaan en of tot de grens kunnen gaan. En misschien in sommige gevallen wel eens eroverheen. Het zal nodig zijn, want ook als we de statistieken mogen geloven, wordt het een moeilijke wedstrijd. VVV en vastelovend blijkt geen succesvolle combinatie. De afgelopen 20 seizoenen speelde VVV 14 keer in het weekend van de vastelovend. En daarvan gingen 8 wedstrijden verloren en werd er maar 4 keer gewonnen. Vorig seizoen lukte het VVV trouwens wel. Met een 1-4 overwinning op de Graafschap kon de selectie vastelovend gaan vieren. Uchebo kan eigenlijk zo recht doorlopen, komt eigenlijk ook Sijs niet tegen. Sijs dekt namelijk iemand aan de zijkant die daar eigenlijk alleen voor de vorm mee loopt. Laten we hopen dat het VVV ook dit jaar weer gaat lukken. En misschien dat de trainer dan alsnog wel zin krijgt om even het Kielengat in te duiken. Ik ga eerst een normaal programma afwerken, zaterdag Heerenveen zondag trainen. En dan zullen we wel eens kijken hoe dat alles ervoor staat. De wedstrijd tussen Heerenveen en VVV begint zaterdag om 19:15 in het Abel Lentstra stadion in Heerenveen. Er is maandag geen Venlo Vandaag, dus voor de reacties naar de wedstrijd zul je moeten wachten tot de VVV-TV van de volgende week donderdag. Bedankt voor het kijken en een fijne vastelovend. VVV-TV is mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics.